goed zo. Gaan we even naar het tunnel. Ja, kom maar, gaan we varen. Nou, dan gaan we naar het tunneltje. Ja, kom maar, kom, ga eens mee. Het tunneltje is heel belangrijk, want dat is mijn directe toegang tot het bos. En dat is dus de uitlaatplek waar hij een paar keer per dag komt. Het is heel eng, omdat zeker als de kinderen schoolvakantie hebben, begint het knallen. Ja, dan klinkt het geluid zo enorm hard. En dat is ook net wat die jongens met vuurwerk natuurlijk aantrekkelijk vinden. Dus als daar iets gebeurt, dan, ja, dan is die hond echt voor het leven getraumatiseerd. Goed zo. Keurig. Oh, hier is het tunneltje al, hè? Ja. Ga naar rechts. Nou, hij, nou daar heb ik. Kijk, hier heb ik dus al een probleem. De volgende keer dat ik dat tunneltje in wil, gaat de hond dus moeilijk doen. Kijk, dan wil hij naar huis brengen. Hij is bang voor het tunneltje. Ja, gewoon angstig, onrustig, ongeconcentreerd. Wil eigenlijk alleen maar terug naar huis. Dus je kan gewoon, ja, hij kan zijn werk niet doen, hè? Nee, nee. Zullen we het nog één keer proberen? Als jij, kom maar, kom, kom. Kom, naast, kom maar, naast, kom maar. Goed zo, ga maar mee. Ja, hij gaat helemaal in staking. Kom, nee, Koep, nee. Kom op. Nou, ik kan hier niks meer mee. Nee. Ik traumatiseer hem dus nu zelf, hè? Ja. Kom maar. Hij is mijn ogen en mijn weg en zelfstandigheid. En als hij niet werkt, dan kan ik dus gewoon niet erop uit en nergens komen. En als hij zo getraumatiseerd raakt, kan hij ook gewoon afgekeurd raken, waardoor hij niet meer kan werken. En dat gebeurt soms ook met geleidehonden die door gegooide rotjes of knallen vlakbij hun inderdaad niet meer willen werken en afgekeurd moeten worden. Keurig, goed zo. Gaan we naar huis. Keurig. Kom maar, goed zo. Dat is goed.